Dit programma is powered by Honda, driving partner of Tom Coronel. Welkom bij Tom Coronel Racing. Ik ben weer terug in mijn vertrouwde Honda Civic Type R voor het Europees kampioenschap. En dit keer vanuit Barcelona. Het lange rechte stuk hier in Barcelona. Naar zijn zesde versnelling. 270 km per uur. Super hard aanremmen. 110 meter. Mooi op de curbs aan de binnenkant. Terug naar zijn derde versnelling. En gelijk in de swing door. Naar links en dan helemaal door naar de lange doordraaier naar rechts. Hele korte lift, radius pakken, ga je helemaal langs het buitenrandje, ietsjes eroverheen. Kan ook Tommy. Vierde versnelling, gaan we weer terug. Terug naar z'n twee, op naar drie. Laten we mooi doorlopen, 180 graden naar rechts. Pak je het momentum, mooi naar buiten laten vloeien. En dan naar beneden, de herpin. Oei, overshoot. Ja. Ja, iets te laat geremd. Terug naar zijn tweede versnelling. Gaan we verder. Naar beneden. 3, 4. Terug derde versnelling. Linksaf. Ga je rechts helemaal over die curbs heen. Moet je zorgen dat je net langs die grindrand blijft. Rijden we naar boven. Vierde versnelling. Gaan we dan naar high speed. Rechtsaf. En ook weer over die curbs. Helemaal blind als je daar boven komt. Lang rechtdoor. Hard aanremmen, 110 meter. Gaan we naar het laatste gedeelte. Infield goed aan de binnenkant. Mooi accelereren bij het uitkomen. Tweede versnelling. Snijden we hem helemaal af. Dit punt. 3 en weer terug naar z'n 2. Lang binnenhouden. Vroeg vol gas. Goed op zoek naar die tractie. En het ziet er allemaal heel netjes uit. De volledige baan gebruiken zoals je ziet. Over de curb. Zoals net even het binnenrandje raken. Iets te ver hier naar buiten. Ja, twee kleine foutjes heb ik al ontdekt. Dan over de curbs, bam, bam. En op naar het rechte stuk, allemaal vol gas. Hier in Barcelona. Dit was een ronde. Tom Coronel en zijn Honda Civic Type R tijdens de vrije training. Met twee foutjes. Ja, kwalificatie, wat kan je verwachten? Gisteren een hoop problemen gehad. We hadden een dopje uit de schokbreker. We hadden bougies die we moesten vervangen, want hij liep maar op 3 cilinders. We hadden een rolbar die was afgebroken. Dus... Maar gelukkig regent het nu, dus wel hele andere condities, ook voor iedereen. Ja, dan hoop ik toch wel op een top 10. En je blijft een Nederlander, Tom Coronel. Dus voel je je thuis in de regen en dat het nat is en glad, dat horen we hier. Bij het uitrijden van de pits zien we dat het echt nat en glad is. Maar de top 12, dat is het doel voor Tom Coronel. En het lukt. P11 at the moment. Nobody improving, so I think we are in Q2. Het tweede deel van de kwalificatie waar gestreden wordt voor pole position, maar waar de tiende positie recht geeft tot pole position voor race 2. Tom Coronel, wordt het pole of wordt het P10? The same two times we see now are quicker than Q1, so the track is getting better. En uiteindelijk is het geen pole position en ook geen tiende positie voor Tom Coronel, maar de zevende plek. We finish 8th. Correction, we had a message on TV, track limit for Hengstler, so we get one position. P7. Ging toch wel beter dan we hadden verwacht. Uiteindelijk P7, wat inhoudt dat we de eerste race op de zevende plek starten. En de tweede race op de vierde plek. Ja, dat had ik niet verwacht. Helemaal niet na de vrije trainingen. We hadden toch wel veel problemen gehad. De bougies gingen stuk, de rolbar was gebroken. Uiteindelijk was er een dopje uit de schokbreker was gevallen. Ja, dus we hadden niet echt het gevoel met de auto. En nu in de regen ging het eigenlijk beter dan verwacht. Ik heb gewoon heel voorzichtig gereden en de tijd kwam vanzelf. Blij mee. En dat is vaak als je het net even rustiger doet, dan komt het allemaal naar je toe. Een zevende positie is dus Tom Coronel zijn startpositie voor race 1. Hij start aan de linkerkant en dat is de buitenkant voor de eerste bocht. Race 7, rechte lijnsnelheid. Zullen wat moeite hebben, maar de bochtjes zouden nu helemaal goed moeten zijn. Dus laten we even gewoon een klein gaatje slaan en eens even kijken wat voor foutjes anderen maken. Maar het voelt allemaal heel goed.
Josh Files en Julien Brichet zijn de mannen die vechten om het kampioenschap. Deze Andreas Beckman doet daar ook nog een beetje aan mee. Maar dan moet hij wel twee keer goed scoren hier in Barcelona. En die andere man, Josh Files, die staat op de eerste rij, links in beeld. En er is een groot gat naar Urrutia, die een hele slechte start heeft. Urrutia in de Audi, die begin van het jaar eigenlijk tegen iedereen aanreed die bij hem in de buurt reed. Maar tegenwoordig probeert de wedstrijd normaal te beëindigen. En dan gaan we richting de eerste bocht. Het wordt dan zo'n trechter. En vooraan gaat het goed, achteraan gaat het fout, zelfs voordat we bij het rempunt aangekomen zijn. Daar staan een aantal auto's stil, er gaan een aantal auto's naast de baan. En Coronel heeft niet de beste start van allemaal en moet zelfs een plaatsje toegeven. Dus dan gaan we richting de derde bocht. Brichet voor Files, de mannen die vechten om het kampioenschap. Beckman en Clairet. En dan zien we Coronel inderdaad op de achtste positie, terwijl het achter in beeld weer fout gaat. En zo staan er wel heel veel auto's stil op het circuit. Dus is het tijd voor de safety car. Thanks, sir. I was pushing me quite a lot in the back. En daar zien we dat de safety car inderdaad op de baan is. En links in beeld zien we Josh Files. Die staat toch niet helemaal op het goede plekje. Het lijkt wel alsof hij wat naar voren staat. Waardoor het lijkt dat Urrutia wat verder naar achter staat. Eerste bocht, vooraan gaat alles goed. Coronel kiest de buitenkant. En ja, daar gaat het al helemaal fout voordat ze bij het rempunt zijn. Voor onder andere Al-Khalifi, Oli Kangas. Leonov is erbij betrokken. En dan later zien we nog meer mensen naast de baan komen. Hier zien we Coronel die dat goed doet in het tweede deel van bocht nummer 2. Engsler aan de buitenkant. En daar raakt hij dan even Coronel. Inderdaad, klein duwtje. En dat is ook niet de eerste keer dat Engsler dat doet. Het kattengrit, het absorberend materiaal, wordt op het asfalt uitgestrooid en dan gaan we weer racen. Coronel heeft de Hyundai vlak achter zich en die Hyundai's die lopen hard op het rechte stuk. Maar het is de Peugeot die voorlopig het tempo aangeeft met Brichet in die blauwe Peugeot voor Josh Files. Zoals gezegd, de mannen die 1 en 2 staan in het kampioenschap. En dan zien we de eerste van de twee Beckman-auto's, Andreas Beckman. Zijn zus rijdt ook, Jessica Beckman. Ook twee Clairets in de wedstrijd. En een van die twee wordt hier voorbijgereden door Tom Coronel. Terwijl Gilles Magnus zijn auto bijna in de bandenstapel parkeert. Remmen door de grindbak. En gelukkig blijft hij in ieder geval schadevrij, maar wel uit de wedstrijd. Timmy en Teddy Clairet krijgen dan een drive-through penalty. En daar Engsler ineens heel langzaam naast de baan gaat rijden en dan helemaal eraf gekegeld wordt. En dat kost hem zijn linker voorwiel. 111 en 112. Dus een probleem, want zij hebben een drive-through penalty. Ja, dit is ook een probleem voor Engsler. Die rijdt toch naast de baan en wordt dan nog weer getorpedeerd. Overigens is dat ook goed nieuws voor Tom Coronel, want die schuift dan een plaatsje door als Clairet, die voor hem rijdt, een van de twee in ieder geval, dus de drive-thru penalty krijgt. Maar er zijn meer penalties die uitgedeeld gaan worden. Want ook de man met start nummer 9, en dat is Josh Files, die gaat een penalty krijgen, want die stond helemaal verkeerd bij de start van de wedstrijd. Dus die gaat daar ook nog tussenuit vallen. Nou, dan ligt Coronel ineens op de vijfde positie. Met erachter Young in de Renault. Maar die auto is snel. Kijk, auto 9 links, ja, je ziet het gewoon. Staat te ver naar voren. Josh Files, leider in het kampioenschap, gaat hier absoluut niet scoren. En hij is er niet zo'n beetje voorbij gereden, zeg. Hij staat er een hele autolengte voor. Nou, als het een klein stukje is, dan krijg je hem vaak wel. Maar deze krijgt hij echt helemaal niet. Dus zien we Brichet aan de leiding. Files rijdt daar wel, maar die gaat daar echt nog tussenuit vallen. Die krijgt dus een drive-thru penalty. Dat betekent 30 seconden wordt erbij opgeteld. Want we zitten in de laatste drie ronden van de wedstrijd. En ook 55 en 24 gaan dan een
straf krijgen. En 24 is de leider in de wedstrijd, Brichet. Wat gebeurt er allemaal hier in Barcelona? 8 en 9. Brichet krijgt dus ook een penalty. Cornel in gevecht met Panciatici. Klein beetje trekken, duwen. En ja, het probleem is toch ook wel dat Cornel gedurende de wedstrijd iets meer onderstuur krijgt. En dat wil je niet hebben, zeker hier niet. Het rechte stuk op waar Brichet als eerste onder het zwart-wit geblokt doorrijdt. Dan is het Josh Files, die valt ertussenuit. Vraag is, wat van penalty krijgt Brichet en hoe ver valt hij dan terug? Uiteindelijk is het 5 seconden en valt hij dus terug. Deze man, die hier nog als winnaar staat, is niet winnaar, want uiteindelijk is het Andreas Beckman. Brichet wordt nog wel tweede voor Urrutia, Jack Young, Panciatici en Tom Coronel. Ik had een redelijke start, niet super. Ik had wel zoiets in de eerste bocht, moet ik eventjes lekker ver wijd gaan. Anders dan krijg ik wat tikjes. Nou, ik zag ook, het werd echt een rommeltje. Ja, toen liep ik toch wel eventjes wat te stoeien met die Peugeot. Uiteindelijk kon ik hem pakken bij de herpin. Ja, en daarna dacht ik, nou weet je, de aanval die Renault het moet kunnen. Maar dat ding liep zo hard op het rechte stuk, dat kon ik echt vergeten. Dus de eerste 3 ronden zat ik een klein beetje te plagen. Ook de lange doordraaier, rechtsaf, probeerde ik een beetje aan de binnenkant. Maar dat ging niet. Toen kwam ik nog heel eventjes in het gedrang met, wat is het? Pichan Pichipini, nou ja, hoe je het ook moet uitspreken. En die ging me redelijk makkelijk voorbij. Ik had zoiets van, ga er maar zo snel mogelijk, want anders krijg ik die andere 4 in mijn nek. Blij met P6. Daar zien we het podium van de eerste wedstrijd. Hoe gaat het in race 2? Dat zien we na de break. We zijn zo bij u terug. Dit programma is powered by Honda. Driving partner of Tom Coronel. Dit programma is powered by Honda. Driving partner of Tom Coronel. Race 12 vanaf het circuit de Catalunya, vlakbij Barcelona. Welkom bij TCR Europe met Tom Coronel. P4, goede startpositie. Dit is de langere race, 14 rondes. Ik heb er wel vertrouwen in om goede punten te kunnen pakken. Top 3 zal moeilijk zijn. De jongens zijn net even wat rapper op de rechte stukken. Maar weet je, als je een beetje rommeltje vermaakt, kun je nog een heel eind komen. Cornel aan de rechterkant, links en pole position is er voor zijn merkgenoot. Dat is Daniel Lloyd voor Brutal Fish Racing. Net zo'n Honda Civic Type R. En als we dan de opwarmronde gaan rijden, dan zien we dat het achterin al fout gaat tijdens de opwarmronde. En wie is dat dan? Dat is Abdullah Ali Al-Khalifi. En die was ook tijdens de eerste wedstrijd al betrokken bij het startongeluk. Nu komt hij daar niet eens. De lampen zijn uit. Goeie start hoor van Daniel Lloyd. Niet zo'n goede start van die andere man op de eerste rij. Terwijl achterin iemand blijft stilstaan, maar iedereen er omheen kan gaan. Magnus aan de binnenkant. Coronel kiest helemaal de buitenkant. Dan moet je laat remmen en er voorlangs kruisen. En dat doet Coronel, die aan de binnenkant Urrutia weet. Maar die Urrutia, die komt dan daar bedrogen uit, moet van zijn gas af en dan heb je ook meteen een gaatje. Dat is lekker. Terwijl Brichet met die blauwe Peugeot alweer bij Urrutia aandringt om posities te winnen. Urrutia, de man uit Uruguay, die daar Brich aan de binnenkant weet, heel wijd gaat en Brichet gaat dan binnendoor. En we gaan natuurlijk kijken, terwijl we hier Colombani zien stilstaan. Oh, en die is niet de enige die stilstaat. Maar we gaan kijken naar het gevecht om de leiding in het kampioenschap. Goeie start hoor van Daniel Lloyd. Hier zie ik iedereen op de goede plek staan. En ik zie ook geen mensen die te vroeg van start gegaan zijn. Achterin dan het probleem. Terwijl Luca Filippi, kent u nog, de oude GP2-rijder, daar even door het gas gaat, is het hier aan boord bij Coronel. Dan denk je, hij zit aan de verkeerde kant, maar remt heel laat. En gaat dan voor Claire langs. En dan zie je daar de auto van Urrutia komen. Dan is het die Brichet die dat dan ook slim doet hoor. Die meteen ook een positie pakt. En Colombani, daar is het over en uit voor
de Fransman. Terwijl het hier ook niet goed gaat voor John Filippi. Geen familie van Luca Filippi. Dan is de safety car weg. En dan moet je zorgen dat je dicht achter je voorganger zit. Zeker als dat een Renault is van Jack Young. Want die loopt heel hard, zoals we weten, zei Tom Coronel op het rechte stuk. En dan wil je eigenlijk zoveel mogelijk slipstream meemaken. Maar Coronel verdedigt daar ten opzichte van Urrutia. Terwijl Lloyd voor Magnus en Young op de eerste drie plaatsen rijdt, is het Coronel op positie nummer 4. Je ziet hier ook op dit circuit veel rechterbochten die lang doordraaien. Het is een aanslag op je linkervoorband. Het is ook een aanslag op je rechtervoorband als je je verremt. En dat kost Coronel een positie. Want Coronel ging aan de kant voor Urrutia. En Brichet zegt dank u wel. Waarschijnlijk merci beaucoup, monsieur Coronel. Want hij wint een positie. Sterker nog, hij wint 2 posities, want hij gaat en Urrutia en Coronel voorbij. En dat is goed nieuws voor zijn kampioenschapskansen. Terwijl we Urrutia nog verder terug zien vallen en even de chicane zien missen. Ja, hij komt ook wel van heel ver hoor. Kijk, dan zien we en horen we hem rechtuit gaan. En dan moet Coronel gewoon heel even wachten op zijn gas gaan. En zegt die Brichet merci beaucoup. En dan heeft die Young met die Renault ook nog mazzel. Want die gaat net voor de Audi van Urrutia. Spektakel dus weer in de tweede wedstrijd. TCR Europe. Ditmaal vanaf het circuit de Catalunya. Nabij Barcelona vooraan. Lloyd en Magnus. Daarachter is het Brichet die voorbij gaat aan Jack Young. Als je nou achter Coronel kijkt, daar zie je ook Josh Files heel langzaam naar voren komen. En Files wil zo dicht mogelijk achter, of eigenlijk voor Brichet in de Peugeot eindigen. Want die twee mannen, die gaan uitmaken wie er kampioen wordt. Als Files veel meer punten scoort dan Brichet, zou hij het kampioenschap hier ook kunnen halen. Maar voorlopig gaat dat niet gebeuren. Zit wel in de slipstream. Kijk eens hoe hard die Hyundai dan loopt. Coronel dreigt nog wel even, maar dan is het dankjewel en gaat er voorbij en dient de volgende Hyundai zich overaan op het rechte stuk. En je moet zeggen dat de Honda door de zogenaamde balance of performance niet de topsnelheid heeft die je graag zou willen hebben. Richting einde van de wedstrijd. En je ziet Coronel verdedigen. Je ziet hem ook af en toe op plaatsen rijden waar hij niet rijden wil. En dat betekent dat het beste van zijn voorbanden en dan vooral zijn linkervoorband wel eraf is. En daar krijgt hij een tikje van Engsler en dat is dan mazzel. Want dan steekt hij de chicane af. En kan hij eerder op het gas. Dan heeft hij weer een beetje lucht richting die Luca Engsler. Kijk, Engsler gaat daar naar binnen. Remt. Coronel laat ruimte. Maar krijgt daar dan een tik van Luca Engsler. Ja, dan zou ik ook rechtuit gaan. En meteen op het gas. En kijk eens wat een heerlijk gat je dan meteen hebt. Daar het tikje. Het was ook maar een heel klein tikje. Maar net genoeg om weer een beetje lucht te hebben. Maar ja, hoe lang heb je die lucht dan? Als Coronel in de spiegel kijkt, dan ziet hij Claret, Teddy Claret, met startnummer 111. Daarachter is het Bouwman, Panciatici, allemaal Hyundai's op jacht naar de Honda van Tom Coronel. En we zien dat we bijna geen rondes meer te rijden hebben, terwijl Lloyd en Magnus nog steeds aan het vechten zijn om de overwinning. En dat zou de eerste echte overwinning worden voor Daniel Lloyd. Want de vorige, die was omdat nummer 1 gedisqualificeerd werd. Hoe gaat het met Coronel? My left front tire, completely broken. En dat is duidelijk. En dan krijg je meer en meer onderstuur. En dan heb je vooral hier een probleem bij het opkomen van het rechte stuk. En daar zie je de Peugeot al richting de Honda van Coronel sluipen. Coronel gaat de binnenkant verdedigen. Dan kiest Claret de buitenkant. Maar kijk eens, daar komt Panciatici.
En die remt heel erg laat, want die pakt niet alleen Coronel, maar pakt ook Claret, die hem helemaal niet verwacht. En die maakt nog een beweging naar buiten, maar een goede actie van Panciatici. En Coronel verliest twee posities in deze wedstrijd en heeft nou Dominique Bouwman vlak achter zich. En ook Andreas Beckman die zich ermee bemoeit. Beckman die zich dan verremt. Bouwman die positie pakt. En Coronel die met nog vier bochten te gaan een klein beetje rustiger kan ademhalen. Want dit zal hij niet meer weggeven. Hij gaat finishen op positie 8. Maar zijn merkgenoot bij Honda met de Honda Civic Type R, Daniel Lloyd, wint de wedstrijd voor Gilles Magnus en Brichet. Die doet goede zaken voor het kampioenschap, maar Files wordt vijfde. Het blijft spannend. Oké, very lucky to be here. My left front tire. Big vibration. Geluk dat hij over de finish kwam, zegt Tom Coronel. En gelukkig is deze Daniel Lloyd. Want die wint voor Magnus Brichet. Jack Young 4, Josh Files 5. En Tom Coronel op de 8e positie. Maar de winnaar is Daniel Lloyd. We had first win in Josh's Leben and we inherited that, so this one means a lot. It feels like the real, real first win, you know. And the car was amazing, but we were just struggling on straight line speed, as you saw. So compared to the Audi down the straight, I had to do everything I could, every lap, just to get a gap. But it paid off, so yeah, over the moon. Interessante race. Ik heb echt voor alles moeten vechten. Ik had een olieprobleem, de temperatuur werd steeds te hoog. Dus we denken dat we een goede 10 tot 15% van het vermogen kwijt waren. Ja, dus op de rechte stukken kwamen ze me net even wat te makkelijk voorbij. Eén keer moest ik het helemaal openen, want ik keek naast me. Ik denk, joh, dat haal je nooit, de Rucha. Nou, dat klopt ook. Dan zat hij echt in twee gereden. Daardoor kon Bries mij voorbij. En uiteindelijk had ik hetzelfde aan het eind nog eens een keer met Bouwman. Maar ja, uiteindelijk P8. Dit is de stand in het kampioenschap met Coronel op 137 punten. Heeft een wedstrijd gemist en een pechweekend gehad, maar staat wel 12e. Wordt het Files of wordt het Brichet? We gaan het meemaken op het Autodromo di Monza. En natuurlijk te zien bij RTL GP. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Dit programma is powered by Honda, driving partner of Tom Coronel.